Ja, ik ben Richard Verspronzen, werkzaam bij Vanieperen. Wij leveren de producten van Bioline leveren wij bij de kwekers. De afgelopen jaren zijn we heel erg bezig geweest om te kijken wat een goede strategie was tegen tripsbestrijding. Binnen Bioline Agrosciences produceren wij dus nuttige insecten ter bestrijding van plagen in met name de glastuinbouw en fruitteelt. Door de samenwerking met Bioline en Vanieperen en de kwekers hebben we nu een product in de markt gezet. Dat is de New Generation Bugline. New Generation Bugline is in feite een lint met allemaal kweekzakjes. In die kweekzakjes zitten roofmijten. En gedurende 5 tot 6 weken lopen daar dus een groot aantal roofmijten uit. Mijn naam is Rick van der Lug, bedrijfsleider op een van de 2 teeltlocaties bij VDL Fleurs. We hebben in totaal een bedrijfsoppervlakte van 7,5 hectare. Daarin produceren wij meer dan 20 miljoen stelen op jaarbasis. Nou, het is van belang dat wij een schoon product aanleveren. Onze strategie is nu dat we lint intrekken. Daarnaast doen we dan 200 cucumbers de meten los eroverheen verblazen. En het wekelijks bijvoeren van voermijten. 2 keer in de teelt worden spoelingen genomen. Hier is Vanieperen een lijnende rol in. Aan de hand van deze spoelingen zien we een hoog aantal roofmijten. We komen tot wel 15 tot 16 roofmijten per tak tegen, dus dat is een positief punt. We doen dit nu af op zo'n 40, 50 hectare. We kunnen zeggen dat we dus om en nabij de 6000 roofmijten over die periode van 5 weken in het gewas kunnen krijgen per vierkante meter. Waarvan wij zeggen dat we een schoon gewas kunnen kweken en dat de consument heel erg tevreden is met het product dat ze kopen.